ben Nathalie Beugelmans van B-Token, van de Oracle Groep. En wij zijn fabrikant van gepersonaliseerde muntjes die wij verkopen aan evenementen, festivals, maar ook in de marketingindustrie of de gamingsector. Dus in 2016 zijn wij gestart met ons energiemonitorplatform. Dat wil zeggen dat wij al onze machines gelinkt hebben aan een dashboard dat online beschikbaar is voor heel ons bedrijf. En op die manier kunnen wij elk verbruik van onze machines meten. Wij hebben daar de hulp gekregen van studenten van de Thomas More Hogeschool uit Geel. En dat is een heel fijne samenwerking geweest om dit tot stand te brengen. Dus een van de voordelen van ons dashboard is dat wij onze machines op een mooi overzicht kunnen zetten dat zichtbaar is voor onze collega's. Tijdens hun voorbereidend werk hebben zij een heel mooi overzicht van de machines die draaien. Een ander voordeel is ook dat wij het verbruik kunnen zien van machines die niet in werking zijn. Dus bijvoorbeeld, vroeger werkten wij niet in het weekend en zagen wij dat een van onze machines, van onze printers, heel veel verbruikte om eigenlijk gewoon een pompsysteem in gang te houden. Wij hebben dat gemeld bij de leverancier, want dat was wel een heel hoog verbruik en zij hebben dat wereldwijd op alle printers kunnen aanpassen. Een ander voordeel dat we met ons monitorsysteem hebben, is dat we gestaafde beslissingen kunnen nemen. Dus wij kunnen kijken, oudere machines, hoeveel verbruiken zij, vallen zij niet te dikwijls stil, wat is hun performance eigenlijk. En op basis daarvan kunnen wij gaan kijken, is het interessant om een nieuwe machine aan te schaffen en hoe lang zou het dan de return on investment zijn. Dus in 2016 hadden we voor 1 miljoen jetons bijvoorbeeld 100 energieeenheden nodig. Op het moment hebben wij maar 50 eenheden daarvoor nodig. Dat is een hele mooie vooruitgang die wij hebben kunnen realiseren op basis van heel het monitorsysteem. Dus ondanks dat wij onze pakketjes wereldwijd versturen, zijn wij toch CO2 positief, mede dankzij ons energieplatform. VOCA.